Mijn naam is Paulina. Ik ben hier in Tilburg, waar wij actie aan het voeren zijn voor de Handel Zonder Grenzen Award. De Handel Zonder Grenzen Award is door Milieudefensie in het leven geroepen. We zijn bezig om een bedrijf dat genomineerd is voor Handel Zonder Grenzen Award, dat is Chevron, om die zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Wij proberen hier zoveel mogelijk mensen te laten stemmen. Dat doen we op een ludieke manier. We hebben daar een zwembadje met hele leuke eendjes, maar het water is vervuild. Want ja, Chevron is een kei in het vervuilen van water. Dus we proberen daar mensen naartoe te vragen en te zeggen, joh, wil jij een held zijn van vandaag? Vis er een eentje uit, maar stem ook op dit bedrijf. Want dit bedrijf verdient het om de Handel Zonder Grenzen Award te krijgen. Waarom Chevron? Tussen de jaren 60 en jaren 90 hebben zij in Ecuador 60 miljard liter olie in de Amazone gegoten. Ze zijn weggegaan vervolgens en ze hebben het niet achter zich opgeruimd. En daar zijn wij het echt niet mee eens. De mensen uit Ecuador die hebben daar heel veel last van. De gezondheidsproblemen spelen daar een heel grote rol. En wat wij willen laten zien is van joh, Chevron, ruim je shit op als je weggaat. En de Ecuadorianen zijn daar ook klaar mee. Ze hebben zelfs een rechtszaak opgesteld. En nu moet Chevron ook 9,5 miljard dollar terugbetalen. Alleen, zij zijn ook een held in het ontwijken van die boetes. Ze hebben massaal alle grenzen overschreden. En vandaar dat wij zeggen, Chevron verdient de Handel Zonder Grenzen Award.